Handleiding, video, tablets, de iPad. Het begint natuurlijk met hoe je dit tablet aanzet. Aan de zijkant van de tablet zit een knopje. Die hou je ingedrukt. Je ziet het Apple logo verschijnen en hij gaat langzamerhand aan. Je moet een code invullen, maar die geven we mee als je hem leent. Vervolgens kun je gebruik maken van de apps. Bijvoorbeeld Bubble Wrap. Erg leuk. Door het scherm aan te raken knal ik de belletjes kapot. Een ander spel, bijvoorbeeld deze, is Memory. Is ook tikken. Je hebt ook spelletjes waarmee je moet swipen. Dus alleen tikken is dan niet genoeg, maar dan moet je echt vegen met je vinger. Zo zie je ook dat je naar verschillende bladzijden kan op de tablet. Nou, dat zijn eigenlijk de meest gebruikte bedieningsmanieren. Er zijn wat instellingen die je kunt doen, maar eigenlijk willen wij dat liever bij Lot doen voordat we hem uitlenen. Dat we samen met jullie kijken wat nodig is, hoe de cliënt het beste de tablet kan bedienen. Dus dat gaat over of er audio uitgesproken moet worden, hoe lang je een knop misschien ingedrukt moet houden, allemaal dat soort zaken. Het kan zijn dat de iPad geen batterij meer heeft. Je kunt hier zien bovenin dat hij nog 83% heeft. Maar is die bijna leeg of krijg je hem niet meer aan en denk je, hoe kan dat nou? Probeer het dan eerst eens op te laden. Aan de onderkant zit een ingang. Je kunt het nou niet zien, want het oor van de olifant zit ervoor. Maar daar kun je het kabeltje insteken. Die ziet er zo uit. De andere kant doe je in het stopcontact en dan zou die moeten gaan laden. Wat ook belangrijk is, omdat je natuurlijk met je vingers de hele tijd aan het scherm zit, om het hygiënisch te houden en hoe je het scherm schoon kan maken. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of echt natte doeken, maar gebruik of echt wipes die bedoeld zijn voor touchscreens of een doekje die daarvoor bedoeld is. Dus je hebt ook van die droge doekjes, microvezeldoekjes die je ook kan gebruiken om hem even schoon te maken. Het mooiste is natuurlijk dat je even je handen wast voordat je erop gaat. Maar goed, dat neemt nog niet weg dat je alsnog vingers op het scherm gaat zien. Er zijn heel veel meer toepassingen en ja, handleidingsonderdelen die we in dit filmpje zouden kunnen zetten. Maar dat is ja, zoveel, dat leek ons een beetje overbodig. Dus heb je voor de rest vragen, mail of bel ons dan. Mailen kan naar lot@baldeborggroep.nl. Doeg!